Dag iedereen, welkom bij onze podcast, Lambert en Albert, onze podcast over de cross. We zijn een dag na een weekend vol nationale kampioenschappen. En we hadden heel graag de Belgische kampioen Elie Iserbiet uitgenodigd hier bij ons in onze studio. Maar die moet crossen vandaag in Ottegem, dat is een zeer geldig excuus. Maar gelukkig zitten hier een aantal mannen aan tafel met veel nationale titels op hun palmares. Richard Groenendaal, Paul Herijgers en uiteraard mijn vaste sidekick Niels Albert. En Niels, heb jij enig idee hoeveel titels we samen hebben? Eén tip, ik heb er geen enkele. Bij de elite. Bij de elite, ja, ik heb één. De Paul, ik denk 2 of 3, als ik me niet vergis. Of misschien 4. En nee, 2, denk ik. 2 houthalen en, houthalen en nog ergens. Hoogstraten. En dan Richard, ja, in Nederland, tijd van Rabobank. Een stuk of 6, 7 of zo. Veel. Ja, meer misschien. 8. Oh ja, kijk, ja, voilà. Ja. Dus het is maar nog ook... Ik heb in een tijd... tegen Richard, op het einde van zijn carrière wel zo eens even gecrossed, zo, maar ja, toen ik bij de juniors was of zo en die mannen reden, ja, dat was ik daar echt nog niet, zodanig mee bezig. Dus 1 plus 2 is 3, plus 8 is 11. Richard, is het makkelijker, of was het makkelijker, om in Nederland kampioen te worden dan in België? Dat denk ik niet. Nee, ik werd de eerste keer kampioen in 94, het jaar van Kokzijde. Als eerste keer elite kampioenschap was ik nog amateur. Was toch wel een serieus deelnemersveld. Van Adrie van der Poel, Henk Baars, Huub Kools, Frank van Bakel, Edward Kuiper, noem ze maar op. Allemaal wel gerenommeerde tegenstanders. En later nog een paar jaar met Van der Poel lopen knokken. Wim de Vos een keer een titel gepakt tussendoor. Later nog Gerben de Knecht een keer of 2 keer. En toen kwam Lars Boom al om de hoek piepen, ja. Ja. Het zouden er nog meer kunnen zijn. Nou, ik was toevallig gisteren ging erover, daarom wist ik zo goed dat ik er 8 had. Maar als je terugkijkt, heb ik er door onoplettendheid niet geconcentreerd zijn, het een beetje onderschat, heb ik er misschien 1 of 2 laten liggen, maar heel veel meer niet, nee. Oké, okay, dus nee. Jij was eigenlijk de Mathieu van der Poel van jouw generatie. Nou, ja. Ja, dankjewel. Ja, die heeft er nog geen 8, denk ik. En dat zal misschien ook niet meer lukken, hè, want hij rijdt gewoon het NK zelfs niet meer. Nee, en wat ik ook wel begrijp in zijn geval, zeg maar. Hetzelfde als Van Aarten hier in België natuurlijk. Die mannen hebben zo'n overvolle en belangrijke agenda over een paar weken alweer op een ander vlak. Dus die snap ik nog wel, ja. Zeg, Paul, sorry hoor, Niels. Nee, is niks. Want daarnet kwamen we hier naar de studio en Paul zei... Ja, ik zit samen met Richard. Ja, dat is nog niet zo vaak gebeurd. En ik dacht van, ja, dat is toch al vaak gebeurd bij ons in de studio van Play Sports. Dus dat ligt toch niet meer gevoelig, Kokzijde 94. Nee, totaal niet. Maar waarom zei je dat dan? Maar als ik moest zeggen dat dit misschien de 3e keer is dat wij dus voor een dubbel interview of voor iets anders vlak bij elkaar zitten, dan is dat op 1 hand te tellen. Ik herinner me nog dat wij misschien na 10 jaar eens een keertje zijn herenigd in Kokzijde zelf, in het zand. Maar voordien was dat nooit ter sprake gekomen, maar ook nooit gebeurd. Nee, het is geen interview, het is een podcast. Hè. Dus we gaan gewoon een beetje babbelen over de cross. Ja, nee, maar in het algemeen, ik bedoel, je mag alles in één pot keeperen, dus weinig gebeurt. Ik vraag me dan af eigenlijk hoe dat je aan elkaar begroet, als je aan elkaar tegenkomt. Is het dan een hand of is het dan dat let ik heel goed. Heel goed, als ik iemand graag heb, en ik moet daar alleen bij Richard voor oppassen, als ik iemand graag heb, ik geef altijd zo een tikje op de schouder. Maar nou, dat doen we liever niet, zegt Richard. Dat roept herinneringen op. Ik heb daar weinig moeite mee, zeg maar. Dat is geschiedenis en dat is gebeurd. En ik zie Paul graag nu rondom de wedstrijden en we kunnen goed met elkaar overleggen. Zal wel zijn. En no hard feelings. Ik heb iedereen. Ik denk dat op dat moment was dat anders natuurlijk. Tuurlijk. Natuurlijk. Maar dat is wel de geschiedenis van de cross. En zo kan ik me ook heel veel dingen voor de geest houden. Ik zeg van, dat gaat op die moment zelf zoiets uit. Van, weer zo dat. Ja. Maar dat heeft wel een stuk geschiedenis. Een titel is daarbij, maar ook wel die schouderklop, zullen we zeggen. Dat was wel... Iconisch beeld. Dat is een iconisch beeld. Hè. Dat is, maar je moet toch door het leven gaan op alle gebieden. Ik herinner me nog, jaren later kom ik... Want je staat op die moment niet bij stil. Hè. Je kunt wel de stoeren uithangen. Hè. Dus, maar je staat er niet bij stil van... Ja, die heeft ook kinderen op termijn. En die heeft ook ouders. En Rijntje ken ik dan wel. Maar zijn moeder heb ik eigenlijk 1 keer in heel mijn leven gezien. En dat was jaren. En dat was in Den Bosch. Ja. En
dat ging echt, jongen, los door mijn lijf. Ik zeg, hoe gaat die mij aanpakken? Want ik heb wel iets uitgestoken met die zoon. En ik zag die handtas al. Ik zeg, zal die zebiet naar mij komen? En ik was op mijn hoede. Maar ik moet zeggen, dat was een geweldig kwartiertje dat wij eigenlijk gepraat hebben. Echt waar. Ja, maar dat is ook door de mensen die jullie zijn. Hè. Jullie zitten gewoon goed in elkaar. En ik had de indruk, Richard, je hebt dat al vaak gezegd tegen mij, ik was als crosser anders dan hoe ik nu na mijn carrière als mens misschien ben. Ja, tenminste, als ik van mezelf praat, zeer zeker. Kijk, en ik denk dat Niels dat ook heeft. En Paul misschien iets mindere mate. Maar niet een normale bij. Nee, maar in op een gegeven moment, als je actief bent als topsporter, je wordt ook een beetje in een harnas gemanoeuvreerd en geduwd. En er worden dingen van je verlangd, die je eigenlijk misschien ook liever niet zou doen. En je zegt af en toe dingen waar je van nu denkt van, hoe heb ik dat in hemelsnaam ooit kunnen zeggen? Ja, en dan neem je afstand van die actieve sport en dan word je toch wel een ander mens. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja, je gaat ook anders naar die sport kijken. Ja. Ik denk dat, ik heb dat een keer gelezen van u, denk ik, Richard, dat jij dat zei van, ja, als ik weet wat ik nu weet, dan had ik mijn sport ook helemaal anders beleefd. Ja. Ja. Dan had ik misschien ook meer genoten van die sport. En dat is iets, denk ik, en dat probeer ik ook vaak tegen. Ik heb ook nog naar Sanne een bericht gestuurd in de week, een dag van haar kampioenschap, dat ik succes wens. En dat ik zei, probeert vooral te genieten van die cross. Allee, er komen heel veel mensen voor u kijken en je kunt inderdaad die 15e titel pakken, maar probeer daar ook gewoon eens van te genieten. En het is zo schoon. Maar op het moment dat je daaraan bezig bent, denk je, oké, goed gewonnen. 2 uur later zal je aan het denken aan die volgende koers, want ja, het kan zondag ook terug wedstrijd zijn als je zaterdag gewonnen hebt. En ja, je wordt daar inderdaad zo in geleefd. Dat heb ik nooit zien aankomen, dat hij eigenlijk in de buurt kwam van meneer Pastoor. Nee, maar... Dan ga ik het komen. Nee, dat wordt wel, ik snap precies wat Niels bedoelt. En ik heb daar zelf ook al een beetje... Ja, toen ik als begeleider, jongens begeleid heb, meisjes begeleid heb, dat was voor mij ook altijd heel belangrijk om zo op het hart te drukken van, ja, maar geniet van die overwinning of geniet van die prestatie. Het hoeft nog niet eens een overwinning te zijn, maar geniet van dat je sowieso de sport mag doen en van de prestatie die je levert. In mijn tijd, als ik echt naar mezelf kijk, dat was een overwinning, een bevestiging dat ik de volgende week weer zou kunnen winnen. En niet meer dan dat. En dat is eigenlijk heel jammer. Als iemand toen tegen jullie zei, want ja, berichtjes en zo, dat was veel minder. Maar als iemand zei van, oh, geniet ervan, het is vandaag en niet te veel focussen en te ernstig zijn. Droom dat binnen, want je zit toch in een cocon. Nee, dat is anders. Nee. Maar het is ook zo, allee, we hebben alle drie het geluk gehad dat we een heel, allee, toch wel mooi palmares hebben. Maar een wereldbeker winnen bijvoorbeeld, dat was in stukken van onze carrière, was dat normaal. Ja. Dat wij een wereldbeker wonen. Terwijl dat eigenlijk niet normaal is als je erachteraf kijkt. Maar dat is ook niet normaal. Maar op dat moment wel. We gingen er wel vanuit. Ja. Allee, als jij kampioen weer bijvoorbeeld in Hoogstraat, en ik zeg maar iets, dan ergens is dat niet normaal, maar je ging er wel vanuit. Je werd favoriet, je ging winnen, je wou winnen, je moest winnen. Ja, en je beleeft dat wel leuk, maar achteraf denk je zo van, ja, eigenlijk is dat niet normaal wat ik hier presteer. Daar heb je wel een punt. Maar dat is ook zo. Dat is niet logisch wat dat daaraan vooraf gaat. En wat dat dan, als dat dan voorbij is, hè, dan valt dat van u af. Like Iserbiet ook, vandaag moet je dan rijden in Nottingham. Dus die gaat ten helft zijn van wat dat hem allemaal heeft zich moeten opladen tot en met van niks terug naar iets en dan kampioen worden en dan komt die ontlading natuurlijk. Ja, je kunt pas een tijd erna, een aantal jaren later, misschien echt beseffen wat er allemaal gebeurd is. Want dan, dat is op het moment zelf beseffen of genieten, dat lukt. Dat gaat niet. Nee, dat is bijna onmogelijk. Want voor Eli is het eigenlijk ook weer gisteren, natuurlijk Zonhoven was goed. Een goede opstap, gisteren gewonnen. Maar is eigenlijk voor hem ook weer een bevestiging dat hij er nog een paar weken tegenaan kan en zichzelf te laten zien. Ja. En op 2K nog eens knallen. Ja, proberen een podium eruit te halen op 2K. Ja. Zeg, wat is jullie het voorbije weekend? Laten we beginnen in België, straks zoeken ze naar Nederland, Richard. Wat is jullie het meest opgevallen van het voorbije weekend vol nationale kampioenschappen? En vooral de twee natuurlijk bij de elite. Goh, is er iets dat spontaan heel snel naar boven komt? Ik heb wel iets. Ja? Ja. Dan zult ons moeten op het juiste pad zetten. Ja, goed. Ja. Het is eigenlijk een BK geweest zonder één vorm van controverse. Er zijn geen
speciale toestanden gebeurd. Vorig jaar was er die materiaalpost waar er wel wat om te doen was. Ja. Tussen Van Toenhout en Zweek. Ja. In het verleden zijn er veel zottere dingen geweest. Zowel bij de vrouwen als de man is alles heel normaal, sportief, mooi. Ja, bij de mannen volg ik wel een stuk dat alles sportief mooi verlopen is. Bij de vrouwen is ook alles sportief en schoon verlopen, maar Sanne had die laatste ronde toch iets anders in haar gedachten, denk ik, dan ze nu meemaakt. Want die had een mooie voorsprong, denk ik. Maar ja, ze beslist dan toch nog om daar ergens eens gaan te kijken of de linten nog goed gespannen stonden. en ja, Laura zie in één keer Sanne daar klungelen, zullen we maar zeggen. Dus die begint terug te geloven in haar kansen. En als Laura op kop, want ze geeft eigenlijk haar een titel weg dan met oprijden van die brug en het opdraaien van de pist. Want ik denk als je, zeker bij de vrouwen, op kop de pist opdraaide, dat was maar één fatsoenlijk padje daar. Bij de man ook. Ja. Allee, dan was de kans heel groot dat misschien Laura zelfs had gewonnen. Maar niet al te min gun ik het Sanne natuurlijk ook. Maar Laura, Sanne had in die laatste ronde, denk ik wel, met 20, 25 seconden voorsprong, wel anders ingebeeld dan nu. Dat begint natuurlijk eigenlijk al aan de start. Hè. Dus waar dat er een heel geroutineerde staat, 14 keer kampioen van België, 3 keer wereldkampioen en al de race en koersen dat hij wint. En dan zie je twee totaal verschillende profielen. Daar had ik persoonlijk al niet over getwijfeld. Hè. Ik zou wel zeker geen zachter of een minder geprofileerd tubeke gaan uitkiezen dan waar dat Sanne Kant mee zou gereden hebben. Ja. Want ik vond persoonlijk dat Verdonschot bijna even goed was. Ja, en achteraf bekeken door die valpartij, als Sanne in dat water valt, is het helemaal gedaan. Ja. Maar die herkansing dat ze daar kreeg, daar heeft ze geen fluit mee gedaan, nee, Verdonschot. Hè. Dus dat is zonde. Hè. Volgens mij had hij zelfs na de brug nog op het schuine kantje erover kunnen gaan. Hmm. Erover. En dan zit hij als eerste op de piste en dan moet Kant langs buitenom proberen gaan te sprinten waar je niet kunt sprinten. Ja. Dat had het alleen maar spannender kunnen maken. En het is zonde dat je er niet uithaalt wat erin zit. Het is gebeurd. Dat heb ik ook gezegd tegen... Ellen was onlangs hier te gast ook. En dat ik zei tegen Ellen van Looy dan... dat ik zei van... Weet je, als ze dan met de tweede laatste ronde ingaan, omdat Sanne die ervaring heeft van al die kampioenschappen te rijden en te winnen, gaat hij op de juiste moment de juiste beslissing maken. En de juiste beslissing is van op kop die piste op te draaien, wetende dat er maar één padje is. En als daar Laura toch toevallig nog op kop had gezeten, had Sanne zeker gepasseerd nog op dat moment. Ja. Sanne Kant zei ook achteraf van, ik had alle mogelijke scenario's klaar. Stel, Zandbak als eerste of als tweede, dan dit, dan dat, op de brug. Er is nog een kans voor de piste. Ze heeft er niks mee gedaan, hè. Ik bedoel, Verdonschot, die heeft zelfs niet opzij gekeken. Oei, hier is Sanne, wat doet die nu? Dus, maar dat moet... Nee, dat heeft ze niet. En misschien gaat dat misschien niet meer nodig hebben als dat allemaal doorgaat. Ze heeft niet snel genoeg kunnen schakelen om die kans te... Maar ze heeft toch weer een kans verkeken, Richard, op deze... Ja, wel, maar ze heeft het... In principe, als je met 20 seconden in de laatste ronde zit, achterstand, dan ga je er al niet meer vanuit dat je nog gaat winnen. Hè. Nee. En dan moet het heel snel... ik kan nu nog wel winnen. En dan moet je wel even heel snel... En ze kwam aan de leiding op dat lang stuk. Ja. En Sanne vond het prima, hè, want dan kon ze nog een beetje in het zog meegaan en haar move op de brug plaatsen. Maar ze hebben uiteindelijk 5 ronden gereden. Het heeft 3 ronden geduurd alvorens dat ze eigenlijk andere tubes had, waar dat ook Sanne mee ongeveer reed. Ja. Dus dan is daar nog heel veel. Dan zijn er nog 6 keer dat je de materiaalpost passeert alvorens dat je er iets mee doet. Hè. Er is toch verkenning geweest? Ja, maar die verkenning zal niet genoeg geweest zijn. Hè. Het is alleen maar aan de start dat je kunt zien wie dat mee wat gaat rijden. Ik zou dan heel snel geschakeld hebben. Ja, maar je hoeft niet naar anderen toch te kijken. Ik kan zelf ook zeggen, voel ik me het best. Maar naar Kant kun je toch maar best kijken, denk ik. Ja, je denkt dat als je dat dan ook nog eens ziet in die heuvelzone, als Kant daar boven rijdt en zelf kun je maar tot halverwege en je krijgt 6 seconden aan je been op één heuveltje, dan is het de hoogste tijd om het over een andere boeg te gooien. Dan moet je schakelen. Ja. Had ze ook... Ja, in zekere zin de pech dat het parcours niet het favoriete parcours van Laura Verdonschot van de voorbije weken was. Want het was veel vettiger dan wat ze de voorbije weken hadden. Het was denk ik meer op vermogen dan... ik denk dat Sanne iets meer vermogen heeft dan Laura natuurlijk, ja. Dat is zeker. Maar dat wisten ze eigenlijk van tevoren al. Hè. Ja. Maar er lagen wel kansen. En zoals Paul zegt, ze heeft die kans laten liggen. En nu is het weer een jaar wachten en...
hetzelfde ja, ook bij de mannen of bij de jeugd. Je zegt vaak van, ah, volgend jaar kan ik wel terug, misschien. Mm-hmm. Maar ja, volgend jaar is weer... Allee, ja, en ja, Niels, het gaat ook over het feit, als aan de kant effectief geen BK meer rijdt, het gevoel zal ook anders zijn. En wie ook volgend jaar Belgisch kampioen wordt... Die heeft Sanne Kant niet geklopt. Nee. Voor Laura, ze zegt het ook zelf, ik was heel graag Belgisch kampioen geworden in een wedstrijd met Sanne Kant, want dan heeft die titel nog meer waarde. Maar daar moet niemand over piepen. Hè. Dus ik zie, het voorbeeld is eigenlijk Iserbyt. Dus de armen in de hoogte, ik heb hem eindelijk zien lachen en dat kwam van diep en dat was, die emoties waren erbij en die was gisteren enorm gelukkig. Maar spreek niet het woord van aard uit. Hè. Dus want dan moet hij zwijgen, want dan is dat een ander verhaal. Dus wie dat volgend jaar wint bij de vrouwen, verdonschot wellicht, grote kans om dat binnen te halen, die moet daar content mee zijn, die moet niet meer denken aan Sanne Kant. Dat is, dat maar is voorbij. Nog eens terug naar Sanne Kant, want dat vond ik wel raar, dat ze toen zei, achteraf, ik zal nog crossen tot het einde van dat seizoen, maar ik zal wel waarschijnlijk dan het BK niet rijden. Omdat ik, stel dat ik zou winnen, Die trui niet zou kunnen showen het jaar daarna. Die trui is zo mooi. Trui. Dat vond ik een heel raar argument. Want daar zal ze nog over na moeten denken. Ben je dan te zeker dat je weer wint en die trui pakt? Of heb je schrik om te verliezen en de trui niet te hebben? Maar ik denk, ze gaan korter komen. Hè? Ja, ze gaan korter komen, dat sowieso. Maar aan de andere kant denk ik dat, dat Sanne ook op een leeftijd gekomen is dat ze met alle respect links of rechts wat keuzes zal moeten maken. Wat wil ze nog? Wil die een gezin? Wil die kinderen bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, gaat die nog 10 jaar koers zijn? Dat is niet op, Het is niet op. Die heeft nooit... Ja, jij zult ook niet veel gewerkt hebben, denk ik, vooraleer dat jij... maar ik bedoel maar, die gaan veel langer mee kunnen dan eender wie. Want die is al zo jong prof geworden, dat die eigenlijk nooit moeten gaan werken heeft. Die kan volgens mij kan die nog 3 jaar mee. Echt waar, dan is hij nog maar 6, 37. Ja, maar op een gegeven moment wordt het niet meer beter. Hè? Dus, beter gaat het niet meer worden. Kijk, en dat zie ik bij de mannen ook, wat al die crossers de laatste jaren hebben gedaan. Je gaat niet in de koude kleren zitten. Dan zie je eigenlijk bij Sweek, bij Van Toerenhout, bij Iserbyt heeft vorige week gehad. Ze hebben allemaal... Het wordt vlakker wat ze neerzetten. En de jonge garde, de frisse mannen komen ertussen. Die nog niet geen 3 seizoenen hebben gereden met 40 klassementscrossen, kun je onderhand zeggen. Die zijn beter. Ja, en het is ook zo, denk ik, met alle respect, San is ook altijd iemand geweest die op het hoogste niveau koersen won en gewonnen heeft. En op een gegeven moment, Fem komt daarbij, Pietersen, Alvarado, noem ze allemaal maar op. Hè. Dat zijn allemaal plaatsen achteruit. En op een gegeven moment zeiden dan inderdaad nog wel beste Belgische, maar je zet dan tussen plaats 7 en 12. Dat is iets anders, zeg maar. Natuurlijk. Ja, en als je dan gewoon geweest bent om Marianne Vos te kloppen in Biel op het WK, dat is wel een heel groot verschil. En dan moet ook in je hoofd mentaal mee om kunnen om te zeggen van ik ga elke dag mijn eigen nog afpeigeren om misschien tiende te worden vandaag achter die... Sterke Nederlandse jeugd. In principe zou ze dan alles moeten doen een heel seizoen. Of een heel seizoen hoeft ze niet te crossen, maar ze moet zich helemaal op en top voorbereiden om weer Belgisch kampioen te worden. De voorbije 5 jaar, denk ik. Ik heb het dit weekend gezien. Ik denk dat het zo is. 5 seizoenen lang, denk 9 crossen gewonnen nog, Sanne Kant. Ja. En dat seizoen ervoor won ze nog 10 of 12. Ja. Of zo. Dus maar als we nu zouden verder flitsen naar de Noorderburen. Lucinda Brandt, dat is een heel ander verhaal. Want die gaat wel tot het gaatje gaan. Hè? En die zal ook veel minder crossen gaan winnen op termijn. Maar die is even oud, zeker? Maar die denkt helemaal... Is 34 die denkt er helemaal anders over. Zo? Want die is naar de camper gekomen om nog drie, vier jaar volle bak te rijden. En zeker niks anders in haar hoofd te halen. Nee, maar dat is geen garantie dat ze de nieuwe generatie... de baas gaat kunnen zijn. Gisteren is er toch weer mee gaan gisteren lopen. Heeft ze Pukke heel knap verslagen natuurlijk, maar op een heel sterke manier. Dus, maar of dat ze dat als Pukke, als Femmer is en Pukke is en Shirin is er fit, dan wordt het een moeilijk verhaal natuurlijk. Ja. Maar het kan wel, heeft ze laten zien gisteren. In Zonhoven vond ik al een goed voorbeeld van Lucinda. Ja, Pukke rijdt wel plat, maar heel kort bij de materiaalpost en ze wisselt dan van fiets. Maar zeker niet onoverkomelijk. Maar dan reed ze gewoon weg. Tot zolang dat Lucinda niet valt, was ze wel van aan de aankomst tot,
tot na de kuil weer 3 tot 4 seconden uitgelopen. Dat was 19, ja. Het ging naar 22. Ja. Dus ja, ze rijdt wat verder weg. Dus op zich allee, was Lucinda heel goed en maakt dan jammer genoeg die val. Maar ik verschoot er wel niet van dat zij wel een van de favorieten was op dat NK. Ah, man. Ja, met een neusbreuk, een week later. En dat is heel knap. En om dat te kunnen... Ja, dat is dan natuurlijk weer wel de leeftijd en de maturiteit die ze heeft en de ervaring. Mm-hmm. Ze zet dat aan de kant, ze denkt er niet aan. Boom, gewoon weer knallen. En mentaal heel sterk. Mentaal heel sterk, ja. Ja, dat, als je dat kan, daar, dan is heel knap. Daar kijk ik naar op, naar die vrouw. Ja. Dat is niet normaal hoe dat die tekeer gaat. Hoe dat die, hè, want die zit ook met die jeugd nu. Hè, dat ze zoveel slaag van kan krijgen dat ze wil. En maar ze pakt wel iedere kant. Toch vindt hij links en rechts een klein water. Die moet maar 1% kans krijgen om te winnen. En die maakt dat af. Want Sonhoff had ze ook gewonnen. En gisteren was het ook. Ze heeft Puk. Ja. Puk pakt de leiding de eerste ronde. En ze zit te achtervolgen. En ze krijgt de kans om het over te nemen. En ze begint Puk gewoon onder druk te zetten. En er wordt 1 seconde, 2 seconden. En uiteindelijk zijn het er ruim 50. Ja. Die kon dus over 6 jaar kon die in mijn ogen nog niet crossen. Hè? Dat die daarin overreizen. En dan als ik die beelden bekijk in Baal, je moet die daar eens dat gevaarlijk wasbord naar beneden, hoe noemt dat eigenlijk? Ja. Die kwam daar, die was rapper dan eender wie hè, daar. Hè? Ja, en ik heb daar een keer afgereden met een gravelbike, nog niet zo lang geleden, dat lijkt zo stom. Is dat nog een remspoor zeker? Dat staat nog remspoor bij de gas. Maar dat zijn gewoon allemaal dupe gulkes. Allee, je kunt daar dan op je gemak een keer bergaf rijden, maar zij is daar heel hard in geëvolueerd. En ik denk ook wat dat we binnen 2-3 weken gaan te zien krijgen in Tabor, dat als dat misschien een parcours is dat daar misschien gaat liggen door de weersomstandigheden, misschien wat lastiger, wat meer weerstand. Is Windfem daar zomaar nog niet van, zelfsprekend, denk ik. Maar... Worst was derde nu, hè? En Alvarado vierde. Ja, maar die zat heel ver achter. Ja? Die zat heel ver achter. Wat is er met Alvarado? Want die reed een geweldig seizoen, maar het is echt in dalende lijn. Ja, wat het precies is, dat weet ik ook niet. Maar natuurlijk, ze heeft naar Gullichem forfait gegeven voor Zonhoven met rugproblemen. Ja, gisteren was het duidelijk niet beter. Nee, dus toch ook even allemaal een beetje misschien wel te veel en overbelast en noem het dan maar op. Ja. Hoe zat het met de mannen in Nederland? Want dat, ik zag dat er 17 mannen zijn vertrokken voor het NK. Ja, 17 profs. Ja. Ah, okay. Het was gecombineerd de belofte race samen. Dat is ook bij ons normaal. Ja, zijn dus, er ook niet meer bij ons. Dus in België rijden er ook maar 12. Hè? En dan rijden de elite zonder contract. Nee, de belofte samen. Maar goed, ja, de 3 ploeggenoten, die gingen het eigenlijk een beetje uitmaken. Hè? En dat hebben ze ook gedaan. En gelukkig allemaal goed mee in de start. Er was een klein valpartijtje in de start met Hendricks en Kamp. Waar Ron Haar nog goed net langs kon. En die heeft even een gaatje dicht moeten rijden. Op Van der Haar en Nieuwenhuis. Maar het was al heel Nieuwenhuis is tempo gaan rijden. En Van der Haar moest de eerste ronde al passen. Maakt nog een valpartijtje op het einde van de eerste ronde, waardoor die definitief was gelost. En, Lucina Brandt verhaal. Eigenlijk wel. En Ron Haar leek heel makkelijk te volgen. En ik dacht van Joris is eigenlijk hetzelfde als het vorig jaar. Weer zijn eigen graf aan het graven door maar op kop te blijven rijden. Maar op een gegeven moment moest Ron haar ook passen, ergens halfweg wedstrijd. En was het gebeurd. Dus hij heeft gepakt wat hij vorig seizoen net team liet liggen. Ja, hij heeft het heel... heel knap en op een hele saaie manier eigenlijk is het beslecht, ja. Ja. Nou, wat een seizoen van Nieuwenhuis, hè? Ja, heel knap. Doelechte winnaar geworden. Was er volk in Nederland? Ja, het was goed volk. Het was in Hogeveen, in Drenthe. Dus het is wel een wielerstreek, moeten we wel zeggen. Het was ook gratis in. Gratis entree, maar goed. Het was gezellig druk, zoals wij dan in Nederland zeggen. Zeg, ik heb toch nog één ding gezien. Het liep daar verbrand. Toch bijna mis, heb jij dat gezien? Nee, gisteren, nee. Een drone bijna op haar. Dus nu hebben wij zo'n lange weg afgelegd om die drone in koers te krijgen. Een dronepiloot, hè? En dat loopt perfect. Maar die heb ik gemist. En gisteren, die echt waar, hè, die kroop onder de micro hè, om een beweging of die drone bijna op haar hoofd. Okay. Ik zeg, amai, ik hoop dat van dat beeld dat weer maar niet gezien heeft. Jij zegt het hier nog eens. Nee. Hij moet er maar naast zien. Of een goede piloot inhuren, hè, die ervoor zorgt dat die beelden goed zijn. Of de batterij opladen. Ja. bij de mannen is er Beats. We hebben het er al even over gehad.
Het is de winnaar waar iedereen van zegt van oké, het plaatje klopt, mm-hmm. hij verdient het, ja. hij heeft het afgedwongen in de cross het hele seizoen. Ja. Er valt niks op af te dingen, toch? Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat de Eli een terechte winnaar is. Ja. Ik denk dat iedereen het wel mee eens is. Ik vind hem ook als, ja, momenteel een van de enigste als puur zo'n crosser. Wat bedoel ik daarmee? Ik wil zeker niet vergelijken met in onze tijd, maar wij crossen ook tussen de 40 en de 45 keer per jaar. En nu worden er veel planningen gemaakt. We zaten inderdaad met minder verplaatsingen, zoals Dublin en Val d'Isole. Staat er los van. Maar wij crossen dat weekend dan misschien ook twee keer. Dus dat was ook best wel vermoeiend. En Eli is toch ook iemand die geprobeerd heeft tot en met de kerstperiode om alle wedstrijden te rijden. Zelfs ook nog losse crossen meepakte, die niet voor een klassement waren. Dus ja, als het is dan een puur saan crosser die eigenlijk zegt van ik wil alle klassementen proberen te winnen en als je daar nog een titel kunt bijpakken, dan vind ik dat daar des te meer respect voor. Niemand anders had er recht op, vond ik. Nee. Kijk, als er iemand de wedstrijd wint, dan ben je wel eens kampioen, hè? Zonder twijfel. Maar ja, Van Toerenhout wordt Europees kampioen, verder ook... Niets. Geen goed seizoen. Nijs, een heel goed seizoen start. Had gisteren kunnen winnen. Prima. Nieuw elan in de sport. Maar Izebiet aan de hand van dit seizoen. En misschien een vorig seizoen en het jaar ervoor. Mm-hmm. Ja, je heeft recht. Of ja, je hebt nooit recht op de titel. Maar hij verdient hem. Zeer zeker. Ja. 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 Ook gewoon voor hem. Ik denk dat de kampioenschappen voor hem altijd wel zo'n beetje een zwart beest waren. Als je ziet hoe vaak dat hem al kampioenschappen. Gereniging, dat zijn zevende nationale kampioenschap achtste was. Achtste bij de elite. Well, ja, de eerste keer dat hij... Ja, de eerste keer wint. En dan die andere kampioenschappen ook nog eens één keer tweede. Maar dat was het dan ook, ja. Over heel die campagne. Denk een keer of drie niet gefinished. Ja, WK. Dus op zich rekent hij dan ook een beetje af met zijn demonen, zoals ze het zeggen. Maar voor hem kan hem nu misschien wel vertrokken zijn, die kampioenschappen, om dan... Ja, gelijk als het Europees kampioenschap en zo... Is volgens mij ook iets dat hij gewoon altijd in zijn kop gespeeld heeft. En misschien is hem nu daar wel voor vertrokken, voor dat ook af te vinken en die kampioenschappen ook in de toekomst vaker naar hem toe te trekken. Ja. Misschien wereldkampioen, misschien... hè? Ja. Nee. Ik hou ervan. Want Mathieu van der Poel komt naar het WK, dat weten we. En dan durven we die bijna op te schrijven. Maar een paar jaar geleden zeiden we ook toen... Maar als Mathieu ziek wordt... En Mathieu is niet in Tabor... Wie gaat er dan winnen? Dan moeten al die mannen die in principe voor de tweede plaats rijden... Klaar zijn precies, om effectief ook die tweede en dus eerste plaats te pakken. We hebben het al over gehad. Hè. Ja. De start in Tabor is de start in Tabor. We hebben het al een keer over gehad. Hè. De start in Tabor is een vrij verhaallijke start. Je komt tegen hoge snelheid... bergaf dat veld zo wat ingedraaid en dan liep daar een paar haakse bochten in. Als er daar een van de tweede, derde rijen nog onderdoor geschoten komt, dan ligt wat ijs, schuift onderuit, pakt een helft van het peloton mee en de Mathieu zijn DRR breekt af en dan staat er wel dan iets gedaan. Dan kan het nog bij Mathieu. Maar dan is het wijdlopen. Ik hoop natuurlijk van Nila dat je weet inderdaad, zoals Richard zegt, kan altijd iets gebeuren waardoor de Mathieu buiten koers gesteld wordt daar en in ene keer de renners waar ik het niet van verwachtte. Oei, en nu moeten we gaan winnen. Ja, dus, dat is toch wel iets dat kan meespelen. Het moet altijd eerst gereden worden. Ja, dat is voor binnen 3 weken zeker, het wereldkampioenschap. Ja. Eerst nog eens naar wat er voor het BK gebeurde of niet gebeurde, want Eli mist een paar crossen. Dat is een zegen geweest om Belgisch kampioen te worden, ook al was er wel eventjes paniek. Ja, op de een of de andere manier. Hè. Dus wat er exact aan de hand is geweest, daar heb je het raden naar. Dat weet je toch niet. In ieder geval... Buikgriep, allemaal? Uitdrogingsverschijnselen, hartproblemen? Houd het maar op zware overbelasting. Ja. Het begint eigenlijk in Hulst, hè, waar dat hij continu zijn klokje zat te kijken. Waar dat er na de koers zijn hart was op hol geslagen. Daar kwam het een beetje op neer, maar... Een paar dagen later is het dan een heel ander verhaal geworden. Dus dan is dat uiteindelijk uitdrogingsverschijnselen. Kliniek binnen.
En daar kom je normaal gezien in mijn ogen altijd beter uit. Dus dan gaan ze daar je toch wel stopen. Ja, een beetje helpen. Ja? Stopen. Ja, dat, stopen. Alleen dat je dan beter bent dan dat je erin gaat, Paul. Ja, dan wil iedereen uit kliniek. Oftewel kom er niet meer uit, oftewel kom er, kom er beter, beter uit. Anders houden ze daar. Nee, nee, maar iedereen heeft toch kindjes gehad. Dus als ja, dat waar. Gebeurt, dat is als je de ingreep laat doen, dat je naar de kliniek gaat, op een paar uur tijd is dat, zijn die mannen aan de beter hand. Anders, ja. Anders had hij niet naar huis gemogen. Hè? Dat denk ik ook. Nee. Nee. Het lichaam, zoals je zelf ook zei, gaf duidelijk aan van het is te zeven op. En dat is wat wij eigenlijk allemaal toch dachten te zien komen. Wel. Want hij deed gewoon alles. Hè? En ja, en dan ook nog in die periode het duel in Diegem voor die derde plek tot op het gaatje. Ja. Prima hoor, maar dat ga je wel een keer terugbetalen, ja. Ja. Dus het is het bewijs het zal de redding dat het geweest op zijn. Die manier niet kan. Het zal de redding geweest zijn. Want hij zei toch, ik ga alles rijden. Het gaat gewoon dat niet was, om alles te rijden op dat niveau. Dat was niet voorzien, denk ik. Hij wou dat wel, maar hij heeft dat nooit klaar kunnen krijgen. Dus iedereen ging daarmee akkoord. Wellicht de ploeg ook. En doe maar op, het kon niet op. Dus in Diegem herinner ik mij nog, er was een voorstelling van een trui. En wie komt daar s'nachts nog, na de koers, dat is toch bijna nacht dan, hier dat die koers helemaal gedaan is, en wanneer je gewassen zijn, Iserbiet en Michael van Toornhout werden daar nog opgevoerd. Dus de pers te woord staan, de supporters te woord staan. Ook niet handig, eerlijk gezegd. Nee, en een beetje later was het van dat. Stel, want op zich heeft hij nu geluk, hè? Stel dat die... als het lichaam een week later protesteert, dan mist hij het BK. Dan is het er aan. En dan is zijn seizoen, dat eigenlijk heel goed was, toch? Ja. Dan is hij, en dan mist hij zijn wereldbeker ook. Ja, want nu pakt hij hem in principe. Nou, is er niks gebeurd? Nou, ja. Dan mag er niks meer. De beste kaart. Niks misgaan. Hij is de beste kaart, maar dan mag er niks meer misgaan. Hij gaat terug moraal hebben nu. Nee. 25 punten voorsprong. Hij is weer onder normale omstandigheden, zoals we het net over Mathieu hadden, gaat Eli die wereldbeker winnen. Maar dan mag er ook niks meer tegen zitten. Nee. Maar kijk, hij heeft hem in principe in Zonhoven met verve verdedigd. Kijk, als het in Zonhoven nog... als je daar ook nog een keer had moeten passen, dan was het pinnenboel geworden. Om maar te zeggen dat de timing, je kiest het natuurlijk niet zelf, maar het moment waarop het lichaam protesteert, kan je seizoen maken of kraken. Ja. Daar moet je niet aan twijfelen, dat is ook zo. Ja. De naakte cijfers, want we zeggen vaak van hij heeft te veel gedaan. Ik heb geteld, hij heeft nu 26 wedstrijden gereden, heeft er 7 van gewonnen, wat dus heel mooi is en zeker dat BK gisteren. Vorig jaar reed hij 38 wedstrijden, pakt hij 8 zegens. Maar ik denk dat hij dit seizoen zelfs niet aan 38 raakt. Want hoeveel wedstrijden zijn er nog? 10, 11, 12? Ik heb snel eens geteld. Ja, toch is hij gul geweest op gebied van de starten. Heeft, waar dat hij ja, maar heeft hij, alleen die vorig jaar dus meer dan die dit paar jaar. Lossen, die heeft hij niet gereden. Bijvoorbeeld een gullig, om maar eentje te noemen. Er zijn minder wedstrijden dit jaar. Hè. Ze zijn later begonnen. Ja, maar we zeggen van hij heeft te veel gereden, maar hij zal in principe niet aan het aantal wedstrijden van vorig jaar geraken. Nee, maar de periode is ook korter geworden. Is begonnen al voor ze zijn 14 dagen later begonnen. Ja, dat wel, maar... Vinden dat in dit geval nu, Bram haalt het aan, wat is het, 27 nu op deze moment? Niels, nu 26 wedstrijden. Ik weet wat jij gaat zeggen. Ja, maar ik vind het niet echt. Dat is niet terecht. Nee, want het is iedere wedstrijd erop nu. Hè. Het zijn allemaal wedstrijden die ergens omgaan. Toch moet het te doen zijn. Als je dan ziet wat ze soms weggooien op andere momenten. Ik ben van mening dat het niet gingen wij er dan niet volledig op in onze tijd dan? In die 8 GVA's, 8 Supersties, 8 wereldbekers, 2 kampioenschappen. Ik weet die lot, toen waren crossen zoals Zonhoven was geen klassement. Daar gingen wij. Maar misschien heb je het antwoord al gegeven, 8 wereldbekers. Het zijn er 14, die 6 maken misschien wel nog een cruciaal. Ja, maar ik ga zeker niet strijden, daar gaat niet over. Maar dat was bijvoorbeeld in de periode dat we dan die GVA's dan hadden. Het is heel lang geweest dat een cross zoals Zonhoven, dat was geen klassement. Daar gingen wij er vol tegenaan. De cross in Ekelo, in dat industrieterrein, dat was gewoon met mes tussen de tanden. Dat was een losse cross. Dat is hetzelfde. Maar je rijdt toch zo hard dat je wil. Ja. Dus je kunt die cross wel rijden, maar ze rijden graag heel hard. En overal waar ze komen, doen ze vol een bak. Ik heb dat nooit gedaan. Ik reed waar dat ik goed kon er zijn. En ik zou nooit moeite gaan doen op een cross waar ik toch in een... Paul en ik zijn nog van voor de televisietijd, kunnen we zeggen. Hè? Ja. Dus tegenwoordig is alles op televisie. In Niels' tijd ook al meer. Of ook alles.
Ja, wij hadden inderdaad de zaterdag crossen. En dan had je zondag een superstige of een wereldbeker. En de GVA telde toen nog niet mee. Ga er maar terug naartoe. En, ja. En het zal terug floreren en levendig worden. Dat denk ik dat wel. Dat is geen slechte formule, hè? Nee. Dat is beter. Gewoon losse cross op zaterdag of geen cross op zaterdag. Eén cross in de week. Zou beter zijn. Ja, want Peter van den Abele heeft nu ook weer duidelijk te kennen gegeven. Vanaf het seizoen 25-26, denk ik, gaat echt de wereldbeker weer in principe veranderen. En terug van 14 naar minder aantal crossen. Mop dat gewoon. Of nog een aantal weekenden. Spectaculair. Je weet wanneer dat de grote komen. Die regio, die streek, die richting uitduwen. En dan zit je daar met exclusieve crossen, waar dat er heel veel volk naartoe komt. En waar dat er ambiance gaat zijn. Je kan makkelijk 10 wereldbekers doen, maar doe dan 10 weekenden. Hè? Of 8 weekenden. Dus je kan ook 2 weekenden, een zaterdag en zondag een wereldbeker. Hè? Kan ook. Hè? Ik teken. Ja. Ja, schop. Ja. Je kunt perfect, denk ik. Er zijn heel veel locaties die er zich toe lenen om op één locatie 2 wedstrijden te geven. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de Zonneoven. Daar kun je perfect weg naar 2 omlopen. Zowel zaterdag als zondag. Dus noods in de omgekeerde richting. Een stuk. Maar zelfs dus, zaterdag Zonneoven en zondag... wat is het? Hulst of Zonder of zoiets. Dat kan makkelijk. Nou, Hulst is niet in de buurt, maar bon. Zoals het vaak in de mountainbike, hè, dat daar een stuk op. Alleen Amerika is het goede voorbeeld. Maar, ja. Hè, daar kom je zaterdag daar in Waterloo al een cross. En zondags wordt daar opnieuw gereden. Het parcours wordt een beetje verlegd, maar in die end kun je op diezelfde locatie wel 2 crossen geven. En dan is die verplaatsing daar niet. En je kunt daar ook echt een evenement van maken. Je kunt snel zaterdags wat meer jeugd laten rijden, of wat liefhebbers of nevenbonden, whatever. En maak het voor die jongens ook eens interessant. Maar dat is ook lastig, want je ziet ook net bijvoorbeeld net gisteren in Meulenbeek, als er zoveel wedstrijden zijn geweest, het parcours heeft ook veel te laaien. Ja, dat wel. In de winter is het, in de winter pik ik in het voorjaar, dus oktober, kan dat nog. Maar in december, januari, ja, parcours gaat er gewoon aan. Hè. Maar wie praat daar nu over? Wie is daar nu mee bezig om dat proberen op orde, de zaken op orde te stellen? Volgens mij Flanders Classics, dus Thomas van der Spiegel, van de Nabelen en de hoogste baas van de UCI. Wie zit er in Zwitserland nog bij van de crossers? Is dat nog? Jij hebt er ook ooit Sven van Toerenhout en ik zitten in de crosscommissie, zeg maar. Hoe dikwijls, wat mogen jij daar vertellen? Of is dat niks, alleen maar luisteren? Dat is eigenlijk scherp zijn en geluisteren en goedkeuren. En zo kan het of zo kan het niet. Dat hoorde ik al niet. Ik had het gehoord, ja. Ja, maar ik nee, maar ik vind dat zonde. Je praat een heel jaar over koers, maar je weet nooit wie is daar nu mee bezig. Het probleem is zo, dat wat de renders ook al gezegd hebben, en ik heb die mening wel. De wereldbeker op deze moment is niks speciaal. Nee. Je hebt zoveel crossen dat eigenlijk niet meer zoiets is van ha, ik heb een wereldbeker gewonnen. Nee. Terwijl, als je dat beperkt tot 8 wedstrijden en je kunt dat in een weekend zetten waar er een drukke periode is, zoals de kerstperiode of bijvoorbeeld vanaf november tot en met het WK, dan kun je perfect mooi 8 of 10 crossen geven op de zondag. Je gaat een pak volk hebben, je gaat de kerstperiode in, je hebt de kampioenschappen die daaraan gelinkt zijn. Je gaat mannen zoals Wout en Mathieu Pidcock hebben die geïnteresseerd zijn in de eindwinst in de wereldbeker. Dus dat gaat alleen maar het niveau naar boven krikken. En dan krijgt een wereldbeker terug echt heel veel waarde. In een tijd, hoeveel waarde Bulepool? 5, 6? Die begonnen met 5. De eerste keer 5, ja. Oh ja, maar dat 5. Was wel speciaal toen, want je kon ergens in wedstrijden wereldbeker gaan winnen. Ja, dat was een mini-WK. Ja, maar er stonden ook 60, 70, 80 man aan de start. Je moet iedere eens gaan keer, zien wie dat daar aan de start stond. Dat kun jij niet geloven. Dat is nu nog indrukwekkend. Dat je daar met een Brui en met een Pontoni en Simone... Dat was een hele mooie formule. En dat was zonder morren, hè. Die stond daar. Dat was met mes tussen de tanden. Echt waar. Maar dit weekend krijgen we zo'n cross, hè? De best bezette cross van het seizoen gaan we toch zondag krijgen. In Benidorm. En wat weten we daar nog moeten over gezegd worden, eigenlijk? Weet je nog hoeveel geld dat daar toen te raad was? Ja, ja, ja. Dat was 800.000 frank. Dat is 20.000. Dat was revolutionair. Dat is 30 jaar geleden. Die tijd is stilgestaan. Ik denk dat ze daar in Zwitserland, echt, hè, met die sterke Zwitserse frank, dat ze daar iets moeten mee doen. Dus daar moet wat van naar de renners vloeien. Wat heeft de eindwinnaar in de wereldbeker nu?
30.000? Volgens mij wel. Ja, kijk, als je eruit met je nieuwe tijd bijvoorbeeld... Hè, ja, maar dus toen, blijven toen was het, toen was hetzelfde voor 5 crossen, nu voor 14. Hè? Ja, 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 ja. Krijg je geen centen voor een overwinning? Voor een dagzegen? Toen ook, jawel. Ja, toen en dat ook. Was toen ook heel veel. Hè? Dat was ook het dubbele van... Wel, maar als je verleden jaar bijvoorbeeld kijkt, verleden jaar was het ook dan 30.000 euro. Hè? En waren het 8 crossen, dus in ter 14 is het ook maar 30. Ja, dat is dubbel. Dus ja, eigenlijk en, is het prijsgeld maar 15 dan meer, hè? Want ja, ik moet dubbel van de wedstrijd rijden. Wat toen echt revolutionair was, Gerry van Gerwen samen met Hein Verbrugge hebben dat echt wel er doorheen geduwd in die periode. Iedereen die aan de start kwam, die kreeg een startvergoeding van 500 Zwitserse frank. Mm. Over heel Europa. En dan en er waren er ook 50 dagprijzen. Ja, ja, maar, ja, ja. Maar dat triggerde. Dus dat was toen echt wel voor de crosswereld, die nog totaal niet professioneel was, kun je absoluut niet vergelijken met nu. Mm. Was dat wel echt... Maar dat moet nu maal 5 gedaan worden. Hè? Ja. Die 30.000, daar moet je niet meer van klappen. Die eerste prijs, dat zou eigenlijk nu bijna 100.000 moeten zijn. Ja. Voor dat echt interessant te maken, ja. 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 Met centen kan je ze nog lokken, alhoewel, ze hebben natuurlijk een ander doel. Maar ik zei, zondag, Benidorm, is dat eigenlijk het WK van dit seizoen? Als je ziet, alle grote namen staan aan de start in Benidorm. Dat zal in Tabor niet het geval zijn. Nee. Nee, maar ja, het is ook door omstandigheden, denk ik. Hè. We zitten daar op een locatie waar heel veel ploegen aan de start staan. En voor bepaalde renners zal er ook wel een vergoeding voorzien zijn om Benidorm te starten. Ik denk dat we daar... Misschien ook niet moeten overzeveren. Ik denk dat nee, nee, maar hoe je het creëert, okay. Niels, maakt niet uit. Dat is ook okay. Stel alleen maar vast. Van ze zijn er en ze zijn effectief. Dus maar, dat gaat wel een en dan, zou, dan kun je al tussen de... Allez, beginnen te fantaseren van... Hadden we nu geen WK moeten organiseren? Nu dat ze er allemaal zijn, maar de charme van het WK... Ik zou dat toch maar laten waar ja, dat zou ik is. Ook doen. Dat zou ik ook niet gaan veranderen. Nee, ik dat ene uur... op zich staan, maar ik stel maar vast dat er, ja, als alles, als de puzzel in elkaar valt, of je legt hem zoals hij nu ligt, dat er blijkbaar toch volk op afkomt in dat ze er allemaal zijn in Benidorm, wat het natuurlijk wel heel interessant maakt. Ik ga weer van dat zijn, ze. Dus, hetgeen dat ik nu hoor zijn, en zie, van, kunnen wij aan kaarten geraken? En is dat, zoals vorig jaar, is dat al uitverkocht? Het leeft. Ja. Ja, ik heb... Daar komen mensen naar de cross die dan niet weten dat er een voor- en een achterwiel is. Het is een mooie plek en the place to be het weekend. Ja. Ja. Ja, ik heb kennissen van mij die een verblijf hebben in Benidorm en die zaterdag opvliegen naar de cross te kijken. Voilà. Ja. En die dan in Besant wel een week zo op vakantie blijven, maar even genieten van de cross en daar kunnen aan vastblijven. Dat schijnt jij ook. Totaal jij bent er ook bij, hoor. Ja, zwaar. Ik ga 2 dagen... Je kijkt er echt naar uit, hè? Ja, ja, sowieso. Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat leuk, aan het buitenland gaan. Dan gaan wij mee om jou te helpen. Ja, voor mij de weg te wijzen in Benidorm, want de Pool weet daar de weg blijkbaar. Ah ja, 61, hè. Dus, maar je ging eerst zelf rijden met de auto naar Benidorm. Ja, ja, maar dat heb ik achterwege gelaten. We hadden een idee om iets te regelen dan... zakelijk gezien dan met de winkel, maar ik denk dat dat niet de best haalbare dingen is om... dan zouden we vrijdags en middags moeten oprijden en... En je moet hier op maandag terug zijn, hè, voor ja, de podcast, ja, hè? Het is dat. Dus ik had hier verplichtingen maandag, dus dat ging niet haalbaar zijn. Ja, op 4 dagen, wat is het, 3500 kilometer meer, of zo? Nee, kom er niet mee. Van bij ons thuis 1800 of 1900, denk ik. Dus met een tussenstop. Moet je zelf niet aan doen. Nee, dat is 1000 kilometer per dag op 4 dagen. Maar... Ga dan maar op een strandstoel liggen. Dus, ja. Laat alles los. En, maar volgens mij heb je er al opgelegen dit jaar, Paul, op een strandstoel. Want jij komt net terug van vakantie, zo lijkt het, nee? Ja, ik vertrek daarin, hè, dus ik moet... Ik ga onder de zonnebank, jongen. Ik moest mij wat voorbereiden. Ik onder de zonnebank, maar ik kan niet op vakantie. Het is al klaar om naar Benidorm te gaan. Ja. Ik denk dat Paul de meeste crossen heeft gereden dit seizoen. Ja. Ik heb er wel wat gedaan, ja. Ja. En zijn jij al vermoeid of nog niet? Ah, voilà, kijk. Doseren, hè. Doseren. Ja. Maar hij rijdt ook niet overal vol een bak, zegt hij. Dus, Trappen waar je moet trappen. Trappen waar je moet trappen, ja, inderdaad. Ja, maar nachtrust is belangrijk. Ja. Dat doe ik wel graag, op tijd gaan slapen. Ja? Naar huis bellen dat je gaat slapen, dan je gsm de kamer laten en vertrekken, zeker? Zo ben ik niet. Maar je bent vanmorgen wel al in Ottingham geweest. Dus dedication, hè? Om 8 uur vanochtend was ik daar, ja. Om het parcours te keuren? Ja. Ja. Maar de cross ga je niet kijken. Dus dat is een van de weinige crossen die je gaat missen, omdat je hier moest zijn. Ja, ja. Dus dat kon ik net niet beleven. Nee. Dus dat wordt een verrassing. Ja. Ottingham, dan zeggen ze altijd, dat is de herkansing van het BK.
Of van het NK of whatever, nee. Van het BK. Nee. Een winst voor de geklopte. Oké, ik snap je punt, Niels. Mm. Maar voor wie moet het wel een soort van herkansing zijn vandaag? Ik ga, het is maar een manier van vraagstellingen. Wie heeft gisteren iets laten liggen? De kampioen wint daar bijna nooit, in ieder geval. Nee. Dus je moet het een beetje verder op... Die dat gebuist zijn of die dat gefaald hebben. En bij wie kom je dan uit? Ben je een dag te laat, hè? Dus zo moet je het zien. Ja. Het podium heeft het goed gedaan. Laten we daarmee beginnen. Iserbiet hebben we al besproken. Wieseuren. Het zou mooi zijn. En die zou vandaag kunnen winnen. Die was gisteren goed. En die is gisteren rustig gaan slapen. Heel tevreden ook, denk ik. Amai. Die klonk euforisch in zijn interview en terecht. Die gaat Mason in zijn nek krijgen. Ja. Mason die is Brits kampioen geworden, hè? Ja. Dus die rijdt er iemand van Nederland? Kamp ging rijden, geloof ik. Maar die gaat die mannen niet aan kunnen. Nee. Normaal. Nee. Maar niemand van de Raar of Nieuwenhuis of niks. Van Tourhout rijdt ook niet, denk ik. Ja, of heel simpel gewoon. Hè. Als een Eli gemotiveerd is en een drive al je gevonden heeft en direct zijn trui toch wilt laten zien. Dan, of misschien Roberto Freire. Kende die? Roberto Freire. Nu ga ik het komen. Kampioen van Portugal. Ja? Ja, jongens. Er is er maar eentje bij de lijn. Hij was net op zijn telefoon aan het kijken. Op de speaker, hè. Maar dan was speaker. Nee, maar ik kreeg daar gisteren beelden van binnen. Dus van dat kampioenschap in Portugal. Want eigenlijk... Jij krijgt beelden van Portugal. Van het kampioenschap van Portugal. Van ja, Roberto Freire gewonnen. Wie stuurt je dat? Een Belg, Freddy de Meester, die dat nog gecrossed heeft, die dat altijd zo de koers beleefd heeft op zijn manier. En die was naar daar gereden om de koers te bekijken. Huh? Dus maar na de koers staan die aan een pombakje hun benen te wassen. Maar dat is daar heeft een ook, tijd stilgestaan, maar ik vind het zalig, anders zou ik er nu niet over praten, want ik vind dat geweldig. Dat roept wel gevoelens op, ja. Ja. En wie is Roberto Freire? Dat moet ik nog uitvissen. De kampioen van Portugal. Dat niet weet. Ja, Robert. Allee, jongens, zeg. Zijn neef is een goede Spaanse spurter geweest, zeker? Hè? Ja? Nee? Ja, dat kan. Oscar. Oscarito. Roberto Freire, het internet helpt ons. Het is een Spanjaard. Ben je zeker dat hij in Portugal was, Paul? Het is er helemaal geen. Kampioen van Portugal, okay. Roberto Freire. Hij staat hier... Was dat Orts dan? Die zat in Portugal. Orts heeft gewoon in Spanje. Ja. 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 Maar een Spanjaard gewoon in Portugal. Dat is wel ferm. Ribberolachtig misschien, hè? Ja. Dat kan ook. De overplaatsing aangevraagd. Voor de rest nog speciale kampioenen in het buitenland. Venturini in Frankrijk heb ik gezien. Boros in Tsjechië. Stibar op podium. Ja. Ja, dat ben ik nu wel eens... Allee, dat gaat natuurlijk niet... Maar ik zou nu wel eens willen weten zo waar dat hij nog gaat terechtkomen binnen 3 weken. Stibar? Ja. Internationaal? Nee, niet voor, niet, totaal niet voor, voor meedrijven te winnen, maar nee. Als je nu... plek 24? Op het WK? Ik weet dat niet. Ja, ik heb geen idee. Dus op je oog nog geweldig mooi, hè? Dus maar op gebied van... Maar het gaat niet vooruit. Nee. In Gullichem ging je overkop. Oh ja, op een punt waar dat eigenlijk hem dat niet zou mogen overkomen. Maar hij is nog prof, hè? Als je hem zo ziet. Hè? Hij wil nog wel, maar het past niet meer. Nee, het gaat niet meer, denk hij ik. Zou, die conclusie mogen we toch trekken? De Turbocross had hij op EMBN. Die had hij gewonnen, hopelijk wel. Maar daar moet ik erbij zeggen, dat is af en toe wel goed om nog eens een keer een rondje te rijden. En dan krijg je toch weer respect voor de mannen die nu rondrijden. Zal wel. Ja. Ik heb gezien, Richard. Ja. Ploegen om een brug boven te komen waar die mannen goeie springen. Goeie sponsor al bij PlaySports. Ja. Maar zou nu Stibar zo, als ze hem nu nog moest een jaar rijden en zijn eigen daar zo op toeleggen, zou hem dan niet niks meer korter, meer? Nee, want Niels, in principe komt hij met een goede conditie de winter in. Hij heeft heel de zomer gekoerst en gefietst. En die omschakeling is niet meer te maken. Dat gaat niet meer. Maar heeft hij veel met de crossfiets getraind? Want ja, het is toch ook dat gevoel terugkrijgen. Dat is er duidelijk niet meer, toch? Nee, dat gaat gewoon niet meer. Dat is te lang uit geweest, andere dingen gedaan. En het lichaam wordt ouder en misschien ook wel een beetje versleten. Nee, dat gaat gewoon niet meer. Lars Boom heeft het ook geprobeerd. Dat gaat niet meer. En het niveau in de cross is zo enorm hoog op dit moment.
Ja, maar ja, je laagste. Maar dat is echt. Maar dat is. Er wordt wel zo verschrikkelijk hard gereden. Dat is echt mega topsport. En ieder zijn tijd. Ja, maar je moet toch de generaties van vroeger niet voorbij hollen. Die hol ik ook niet voorbij, maar om nog weer die aansluiting te maken. Daar werd ook smerig hard gereden. Maar als je daaruit bent geweest, een paar jaar. Ja, eruit dan terug. Ja. Dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet. Nee, dat is een ander verhaal. Ja. Nee, er is niemand die dat heeft kunnen doen. Maar moest die maar blijven crossen hebben? Daarom ben ik ook benieuwd naar Toon Aarts. Die is 2 jaar uit geweest. Of die nog de aansluiting kan maken. Ik twijfel daar dan weer niet aan. Nee. Die gaat er los tussen zitten. Ik heb Toon... we hebben Thijs hier gehad. En ik heb Thijs dan nog eens gezien in Zolder, denk ik. Dan was een Toon daar ook. En hebben we wat gebabbeld. En op een gegeven moment ging het erom. Het was dan 2 weken nadat we Thijs er in de podcast hadden gehad. En dat hem ook effectief zei van ja, er is een periode geweest in de zomer als we crosstraining hadden. Dan kon mijn broer mij er niet afrijden. Dus hij reed dan wel door in het bos, maar dat lukte niet. En hij zei nu, op deze moment, op het niveau dat we nu zijn, dat was de hoogte van Zolder ongeveer, dus toen niet zo lang gereden. En Toon rijdt mij eraf. Ja. Dus ja, ja maar ook, dat is natuurlijk nog geen competitie. Ja, maar dat is nog ja, maar anders. Maar dat is ook een andere tijd. Hè? Kijk, Thijs rijdt wedstrijden. Zaterdag, zondag. Mm-hmm. En dan door de week mag je tegen fitte Toon komen trainen. Ja, dan rijdt hij maar altijd af. Ja. Volgende week komt Toon in de podcast nog eens langs. Zullen we eens horen hoe het staat. Dus een update. Ik ben er wel benieuwd naar. Ik ben er ook benieuwd naar. Ja, ja. Hij is enorm gemotiveerd. Ja. Snap ik ook wel in zijn situatie. Dat hem en ik hoop dat het lukt. Dat hoop ik echt. Maar ik hoop vooral dat die 3 wedstrijden niet alles bepalend zijn. Het is wel een heel kort mini... Nou, die 3 wedstrijden gaan goed zijn. Daar ben ik van overtuigd. Ja, die gaan goed zijn. Maar hij is fris. Maar er zit natuurlijk weer wel wat crossen tussen die dat hem ook wat iets minder liggen. Hè? Ja. Oostmal die dat hem normaal niet... Dat is een rondje voor hem. Dat zijn Albert-rondjes of Zweek-rondjes. Ja, maar dan als hij kan beginnen in Brussel en hij kan dat meepakken en hij kan met het idee gaan van ik wil echt in Oostmalen een keer alles op alles zetten. Als hem daar toevallig redelijk kort kan zijn in de start. En het gaat daar wat open en ze vallen daar niet gelijk als zo vaak gebeurt in die trechter na het vertrek. En hij raakt daar wat mee door. Inderdaad, zoals Richard zegt, wat fris. Wat mee komen aansluiten. En alles is goed ook als hij hem gaat beginnen. Ja. Als ik nu nog coureur moet zijn, hè? Nu hè, maar dat is niet hè. Maar als ik nu coureur moet zijn, ik wou daar niet voor eindigen. Ik heb niet het gevoel dat je niet fout heeft gedaan. Ja, ik denk dat dat een discussie is wat dat... je kunt het daar niet over... Mogen we ook niet doen en dat is ook ons zaak. Dat is hetzelfde met hoe dat op de je daar nu, hè? Achter staat, hoe dat je daarover praat, hoe dat je daar bijna zot van geworden is... Ik dat kan dat bijna niet geloven. Dat toch jongen... met die van de piste. Nee, maar ze kunnen niet aan de kant gaan, hè, Paul? Ze kunnen niet aan de kant gaan vertonen. Van, nee. Kom terug, doe maar. Je mag winnen. Pak maar wat vertrouwen. Nee, nee, ik zou hem niet... Maar ik wil er niet voor zijn, punt. Ik blijf erbij. Bon, we zien het in die wedstrijden die komen. We moeten nog een paar namen laten vallen. Vorige week zei jij, mijn favoriet, Dark Horse voor het BK. Niels is... Niels. Is Niels van de Putten, naamgenoot. Is 4e geworden. Had hij misschien podium, eventueel zelfs Belgisch kampioen kunnen halen? Zijn eerste ronde was te goed. Ja, hij begon. Ja, hij begon goed. En hij gaf mij ook een goede indruk. Maar ja, als je ziet wat er in de laatste 2 rondes nog gebeurt, waar een Thibaut dan nog verzeild geraakt, wie dat dan nog allemaal overgaat, dan denk ik, de Niels van de Putten is altijd al op die plaatsen ergens geweest. 2e, 3e, 4e. Dus zit daar wel op zijn niveau. Maar het was iemand dat ik... Als het zou gevrozen hebben, dus als het parcours niet zou gedooid hebben en het zou een harde wedstrijd gebleven zijn, dan had hij in mijn ogen wel meer kans. En zo zag het er naar uit in het begin van de week, als we de podcast hadden, dat echt wel een beenhard gevrozen parcours ging zijn. Maar de dooi heeft daar anders over beslist op zondag. En dan slonken de kansen wel weg van de Putten. Zoals ik Niels eigenlijk een beetje ken en volg, rijdt hij altijd een betere tweede helft dan de eerste helft van de wedstrijd. En daarom zeg ik, zijn eerste ronde was te goed. Hij zat meteen aan de leiding. Mm-hmm. En dan word je eigenlijk even voorbij gereden. Kwam hij in die groep, kwam hij 6e, 7e te hangen. En dan moet je kunnen verwerken. Andersom is makkelijker. Als je 2 ronden 7e, 8e hebt gereden en je komt dan aan de leiding, dan word je euforisch.
andersom is heel lastig. Maar we hebben al vaak gezegd, als je nu eens goed zou kunnen starten, dan kan je... Ja, maar ja, dat is, ja. Niet altijd mm-hmm. niet altijd een voordeel. Nee. Niet altijd een voordeel. Jens Adams wordt knap vijfde. Ik sla Michael van Toenhout over, die derde wordt. Maar bon, we weten dat hij ziek was in de aanloop naar het BK. Lijkt me een heel correcte uitslag. Dat weten we laat, hè. Ik bedoel... Ja. Ik denk dat de formule van kampioen te worden zeker worden is. Ja. Als ik zie hoeveel zeker dat er aan de start hebben gestaan het afgelopen week. Ik heb er een hekel aan. Want deze was iets anders. Allemaal zeker. Dat was niet getelefoneerd. Ik bedoel, dat was in mijn ogen de uitgesproken favoriet. Hè. Dus Gullichem nog eens alles op zijn kop gezet. Maar, dan nog eens een korstje eruit gestapt in Zonhoven. Maar ik hou er in principe van. En dan de oude van, formule. Ik snap een beetje van de frustratie, maar ik word er ook niet goed van als ik altijd voor de wedstrijd hoor van... ja, ik ben ziek geweest en dit en dat. Als je ziek bent, dan ben je ziek, dan ben je thuis. Dan blijf je thuis. Dan ben je niet goed. En als je er weer bent, ben je gezond. En dan moet je er ook niet meer over zeuren, vind ik. Ja, moet je het wel of moet je het niet zeggen? Nee, ik vind het... Ja, dan moet het zeggen. Maar als ja, ik heb vroeger wel eens tegen iemand gezegd... Een collega, die was ook altijd hetzelfde. Ja, ik ben ziek en ben dit en dat. En toen heb ik een keer aangesproken, zeg ja... Iedere week hetzelfde interview. Wij moeten de mensen die in het ziekenhuis liggen wel niet denken als ze jou zien rijden. Ja. Ja, ik vind daar is ook geen... met wat vergelijk je? Ja. Ik vind ziek... los van alles. Mm-hmm. Als je ziek bent, zijn ze ziek. Daar ga ik het niet over. Maar en dat is zeker niet aan de Michael nu dat ik schiet. Maar het is heel gemakkelijk om na de wedstrijd te zeggen, als het niet goed was, ja, ik ben ziek geweest. Ja. Ik ben ziek geweest, hè. Ja, ziek geweest. Allee, als je voor de wedstrijd durft zeggen, kijk mannen, ja, ik sta hier vandaag aan het kampioenschap en het afgelopen week was niet goed. Ik heb 2 dagen in mijn bed gelegen, het was niet super, maar ik ben hier wel vandaag. Ik ben misschien niet 100% fit, maar ik kon wel met een trui verdedigen, punt klaar. En ik ga er het beste van maken. Respect. Dan heb ik meer respect maar voor dat je daarvoor durft. Respect. Maar dan als dan eentje van de wedstrijd van zijn leven rijdt, dan denk ik van ja, zeg dan niks. Ja. Ja. Maar in mijn geval, voor in het kotje te zitten en je moet... Je werk te goed doen en je doet de moeite om informatie, om informatie te winnen. En je belt bijvoorbeeld naar Jurgen Mettepenningen en alles in orde, Jurgen. Hebben de mannen het overleefd deze week en is hij terug op punt? En je krijgt dan niks over die ziekte. Die voor hetzelfde geld, ik heb nu nog een kleine bron die dat bevestigde. Opgelet, Michael gaat niet 100% zijn. Heeft 2 dagen op de pot gezeten, heeft 2 dagen niet kunnen eten. Ja, dan is dat voor mij duidelijk. Hè? Ja. Voor hetzelfde geld begin ik een uur op Michael van Toernout te zeggen. Van, ja, is er hij niet, staat er nu en vorige week stapt me er dan uit, speciaal om hieruit te pakken. Ja. Dat is niet eerlijk naar die jongen toe. Die heeft geen schijn van kans gehad. En dan moet je als commentator, of als co-commentator in mijn geval, durven aanvinken en Paul, iets over zeggen. Nu spreek ik ook misschien over een tijd waar dat gebruikelijk was. Ik bedoel, nu... Het is niet aan sporters of de entourage om de media te bellen van zeg dit of dat. In het voetbal is het nog veel erger. Dat weet je helemaal niks. Hè. Dat wordt alles afgeschermd. Dus, maar cross. We zijn 2024. Ja, actueel, ik bedoel, maar ze weten bijna alles van elkaar. Dus, maar het is goed gekomen. Hè. Dus we hebben niemand iets tekort gedaan. Michael van Toornhout heeft Ik snap dat wel in Poolse verhaal. Je kunt daar. Een uur aan een stuk op iemand afgeven, van ja, het is niet goed, en dit en dat. En achteraf voor dan, ja, ik was niet goed. Als je dat inderdaad kunt meepakken in je verhaal, ja dan gaat die jongen ook niet aan de schandpaal hangen als het niet lukt. Dan zou diezelfde entourage misschien achteraf ook gezegd hebben van, ja, waarom ben je zo kritisch geweest voor mij? Ja, maar precies. Al die mannen dat hier zitten, hè, dus van Albert tot Groendal en mezelf, als je dat aan ons vraagt, van wie is uw favoriet? Die menen dat. Hè. Hetgeen dat die dan zeggen, dat is ongeveer de waarheid. Of die probeert daar zo dicht mogelijk dat te benaderen. In mijn geval, wie wordt er zegenkoning? Iserbyt heb ik dat. Ik sta erop dat dan ongeveer de man is die dat je moet noemen. Dat Thibaut Nijs niet meer dan 5 koersen gaat winnen voor het seizoen. Ja, daar sta ik achter. Dus, en dat meen ik dan ook. Dat was een straffe uitspraak. Hè. Na een paar weken dachten van Paul. Maar hij zit aan 3, hè. Ja, en die vierde is er nog niet en die vijfde ook nog niet. Hè. Die kan nog komen, maar dan moet dat wel heel snel komen. Ja. Nijs was 6e. Toon van den Bos 7e. En dan kom ik bij een schaduwfavoriet die 8e wordt. Sweet. Is die ook ziek geweest, Laurens Week? Want die heeft gewoon een minder dag. Is gewoon, maar ik bedoel maar. Nee, het is geen minder dag. Het is een beetje in na van Hansen zijn seizoen. Het is nog nergens echt vet geweest. Nee. Dat is gewoon echt een minder jaar, duidelijk minder. En hij komt er niet doorheen.
Maar daar is geen verklaring voor op dit moment, hè? Nee. Pas op, die loopt verloren, hè? Maar aan de andere kant zijn er twee uitslagen waar je kunt van zeggen van... Hij gaat de weg wel terugvinden op termijn. Ja. Hè? Ja. Dat was daar tweede in de wereldbeker, die dat hem normaal gezien had moeten winnen. In Dublin. En dan Zonhoven was ook de week voor het BK, dat was dan ook... Wow, ik denk dat hij dat moet vergeten, dat seizoen, dus gewoon een rotwinter. Ja. Iedereen maakt al een keer mee. Het is ook niet erg om de winter een keer alleen wat minder te zijn. Maar het is wat het is met Laurens, denk ik, dit jaar. En de komende paar crossen, zoals tot en met het WK. Nee, ik denk dat Laurens al een beetje zijn pijlen richt misschien op de crossen na het WK. Ja, om er misschien nog iets tof van te maken. Dat is een goed makertje, maar ook niet meer dan dat. Hè, nee, maar dan ga je toch met een ander gevoel de winter in misschien. Dat is hard, maar of de zomer in dan kerst, in ieder geval. Ja. Nog één naam die ik drop om te eindigen. Zondag zien we hem nog eens en voor het laatst dit seizoen in actie, Wout van Aert. Wat verwachten we nog van Wout van Aert in de cross in Benidorm zondag? Hij zal zijn best doen. Anders doet Wout niet mee. Maar wat mogen we verwachten? Zit er nog een knalprestatie in? Ik zou dat persoonlijk niet aanraden. Dus hij heeft de kans gekregen om zich te meten. Als dat de bedoeling was. Maar dat twijfel ik al een klein beetje aan, eerlijk gezegd. Dus nu is recht blijven de boodschap. Want je kunt je daar pijn doen. Hè. Je moet echt voor opletten. Ja. Als je dan toch heel seizoen in functie gereden hebt van de weg... Dan moeten dat nu die lijn durven doortrekken. En dan is het bijna met arm en beenstukken aanrijden. Ja, dan zijn we toch een beetje op onze honger blijven zitten, hè, deze crosswinter. Als je Libeton hoort, wel. Ja, maar dus dat heeft eigenlijk maar één reden. Kijk, vorig jaar rond deze tijd wisten we niet dat Mathieu zo goed in Benidorm voor de dag zou komen. En op het WK, want het was Bout, tot nu... Veruit de beste. Dat was de man van het seizoen. Maar nu zitten we op onze honger, omdat we eigenlijk al vanaf september weten, Wout rijdt geen WK. Dus het heeft eigenlijk nooit nergens om gegaan. Ik dacht dat het op een bepaald moment zelfs 6-3 was voor Wout van Aert. Ja. Nee, hij heeft niet kunnen strijden. Hè. Hij heeft geen enkele Die spanning is er ook niet van. Waar staan ze en hoe en wat en hoe ontwikkelt het? De beste van Aert heb ik gezien in een cross waar dat hem normaal niet heel vinnig voor de dag komt in mijn ogen. En dat was Hulst. Daar was hij fanatiek en daar heeft hij... vanuit de achtergrond zich nog een weggebaand naar voren. Dus, maar dat was een heel sterke dag van hem. Ja, ik denk gewoon dat we allemaal hadden gehoopt dan gewoon van ergens eens een duel te zien. Het scherp van de snee, welke cross dat ook was, tussen Mathieu, Wout en Tom. En hij is er dan niet gekomen. Nee. Deels door omstandigheden, zoals Hulst met die valpartij. Er zijn wel wat dingen gebeurd. Mathieu die te sterk was gewoon. En inderdaad, het belangrijkste is de Mathieu die gewoon echt... gewoon echt te goed was dit jaar. Punt. Ja. Maar dan... Ja, hij zegt van, ik cross gewoon graag, maar hij gaat toch zelf ook geen lekker gevoel overhouden dan dat korte crossseizoen? Nee, maar ik denk dat het meer in functie is van de weg. Kijk, maar waarom train je dan niet gewoon weg? Hij heeft die prikkel van die cross wel nodig. Ik denk dat die Mathieu en Wout en Tom ook, die zijn als crosser begonnen en die zijn wegrenner geworden. En die zijn opgegroeid met crossen in de winter. En als je op een gegeven moment, als je dat niet meer doet, dan stap je eigenlijk uit je bioritme. Ze hebben die prikkel denk ik toch wel nodig. Mm-hmm. Ja, ik denk ook niet dat dat een nadeel is. Als je die intervaller kunt blijven insteken, dat uur eigenlijk aan blokrijden al werd, is dan aan 80% van je kunnen of 85% van je kunnen, zoals een Wout nu misschien, dat je lichaam toch wel blijft triggeren voor de Quaremont naar boven te sprinten, de Paterberg naar boven te sprinten. Ik denk... Allee, dat die jongens dat ook niet slecht is. Dus dan is het en crossen. En een uurtje trainen op dat niveau. Dat is het is een uur training. Ja, maar dat is het. Ja. Dus het is geen crosswinter geweest met een bepaald crossdoel. Nee, het is gewoon crossen echt rijden in functie van het voorjaar. Ja, maar het gaat in principe toch maar om twee wedstrijden. Hè? Wat als er daar iets gebeurt? Ik bedoel, je offert een crosswinter helemaal op om toch dat ultieme doel te bereiken. Maar ja, zo is het altijd natuurlijk. Hè. Maar dat is toch geweldig veel druk dan op die twee zondagen. Je moet het ook niet gaan doen
als je de kans niet meer hebt. Hè. Dus nee. ik, in het geval van Aert vind ik dat nu echt wel, wel sterk dat hij dat geprobeerd heeft, dat hij dat aangedurfd heeft. Mm-hmm. Om misschien dat... dat is geen garantie, nee, hè, dat weet niet. Iedereen. Hè. Nee. Hij legt zich alleen maar een klein beetje, een klein tikkeltje meer druk op om het op die manier te doen. Maar ik vind het wel chapeau dat hij dat geriskeerd heeft. Ook hoeveel kansen krijgen die mannen nog? Hè? Ja. Om bijvoorbeeld Roubaix en Vlaanderen te winnen, geldt voor de Mathieu ook. Jongens gaan richting de 30. Maar hij is 7, hij heeft het al goed gedaan. Ja, akkoord. Ja, maar ik wil zeggen, hè, dat hij nu 1 of 2 keer, hè, hij heeft inderdaad al gewonnen, maar hoe vaak krijgen die jongens de kans nog om die koers te winnen? Dat kan misschien dit jaar voorlaatste, misschien nog 2 jaar, nog 3 jaar, maar dan wordt die 33, er komt ook jeugd bij. Kijk naar Greg Van Avermaet, die zo lang geprobeerd heeft om de een keer platrijden, een keer ziek zijn, een keer vallen. Daar worden ze dan nog van gespaard. De jaren passeren en vroeg of laat is dan ook gedaan. En dat is altijd zoiets dat ze tegen mij verteld hebben. Een kampioenschap of een grote koers die voorbij is en dat je niet gewonnen hebt, die is weg. Die kans komt niet meer terug. Nee. En dat is weer een kans minder om dat effectief eens te winnen. En voordat je het weet, zijn sowieso aan het einde van je carrière en is het ook gedaan. Dus, tegen ons durven ze vroeger nog wel eens andersom te zeggen. Het is beter dat je nog niet gewonnen hebt. Dan kunnen de druk nog een beetje... Ja, maar dat is niet waar. Dat is gewoon de reinste onzin die ze ons wijsgemaakt hebben. Ik snap de keuze van Wout van Aert, ook al vind ik het en denk ik, vinden we het allemaal heel jammer dat we hem weinig gezien hebben in de cross, dat er geen duels zijn geweest. Maar misschien zondag nog eens. Hè. Ja. Laten we het WK van januari noemen. Hè. Ja. In Benidorm tussen alle grote namen. Niels, dankjewel. Paul, dankjewel. Richard, dankjewel. Ruim een uur gepraat over de cross en nationale kampioenschappen. En ik denk dat we nog even kunnen doorgaan, maar volgende week is er een nieuwe podcast. Dan komt dus Toon Aerts. Is Niels er ook bij? En hopelijk ben je dan terug uit Benidorm. Hè? Ja, als jij terug raakt, dan ben ik er ook. Amai, de druk verleggen. Nee. Ja, want voor hetzelfde geld blijft hij daar. Hè? Dus ja, daar kijkt al zo lang naar uit. Als hem de sfeer daarop snuift. Het zal wel zijn. Dat we gaan rondwandelen heel de dagen. We hebben een rollator geregeld voor je. Ja, tof. Goed. Fantastisch. Volgende week maandag op Post, een nieuwe podcast. Tot dan.